Met Pinksteren komt er weer een nieuwe serie opwekkingsliederen uit. Prachtige liederen die je hart raken en God eren. Geniet van liederen als De Zegen, Abba en Hoop in Leven en in Dood. Je bestelt CD 45 snel en gemakkelijk via opwekkinglectuurtent.nl. Welkom bij de Your Choice pubquiz van No Choice op opwekking. En leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Chris Segers en ik zal proberen de boel in goede banen te leiden. We zijn te gast in het Missie en Media Belevingscentrum van TWR, Transworld Radio in Barneveld. En we zijn zojuist allemaal negatief getest, dus dat is positief. Als dat geen knuffelen wordt en polonaise, dan weet ik het ook niet meer. No Choice is een bewustwordingscampagne van 18 organisaties die christenen bewust willen maken van het feit dat heel veel mensen geen keuze hebben. Hoe kan het zijn dat er nog zo weinig mensen zijn bereikt met het evangelie? En hoe kan jij meehelpen om ervoor te zorgen dat veel mensen toch die keuze krijgen om voor Jezus te kiezen? Nou, doe mee met de pubquiz en ontdek het zelf. Pak je pen en papier en je hapje en je drankje en je kaastengeltje en je gezonde verstand erbij en doe mee. De antwoorden kan je insturen via de website no-choice.nl/pubquiz. En zo maak je kans op toffe prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de deelnemende organisaties. Je kan ook een leuke foto van tijdens de pubquiz met je drankje en je hapje posten op de social. Gebruik dan hashtag NoChoice en daaronder die inzendingen worden ook prijzen verloot. Ik ben hier gelukkig niet alleen, want ik sta hier met twee mooie mensen. We gaan het eens even omdraaien, want normaal beginnen we bij de vrouw, maar ik begin bij de Heer. Het is altijd goed om te beginnen met de Heer. Ja, toch? Ja. Sinds 2015 is hij al spreker, trainer, coach en auteur. En bereikt zo jong en oud met het evangelie. Je brengt Gods woord. En dat doe je op online en offline bijeenkomsten, jongerenbijeenkomsten, kerkdiensten, christelijke festivals. Ik zou alvast op de bank gaan staan en begin met fluiten. Dit is Koen Nuiten! Yes. Woe! Nou, daar komt ie. Sinds 2017 ben je verantwoordelijk voor het bedenken, het creëren en het maken van content op de Beam website van EO en het Beam magazine. Jij preekt ook wel eens tijdens de NPO 2, de Beam kerkdienst. Daar preekt ze. Ze vlogt, ze blogt op de socials van EO Beam. Ze is actief, ze is vrolijk en alles behalve lui. Dames en heren, Dilke Stuy! Dankjewel. Ik ben even benieuwd. Opwekking, gaan jullie daar altijd naartoe? Ja, eigenlijk wel altijd. Ja. Eerst altijd om te kamperen en nu wat vaker om te spreken of zo. Om te spreken. Ja. En jij, Wilke? Ik ben er ook altijd met Beam. Ja. Dus wij staan daar dan gewoon vaak op het tienerterrein, dus dat is heel leuk. Ja. Maar ik slaap daar meestal niet. Want dat. Want? Ja, weet ik niet. Dan al die douches en zo. Nee, ik ga lekker naar huis. Ja, echt? Ja. En jij, ben jij een beetje van het kamperen, kramperen? Nou, ik vind buitenleven heel leuk. En ik vind het kamperen aan zich overdag ook heel leuk. Maar om te gaan slapen in een tent, met zo'n zeil tegen je hoofd, nou, dat vind ik helemaal niks. Dus jij, een camper, een caravan trouwens, vind ik wel helemaal geweldig. Okay. Ja, dus wij zijn allebei eigenlijk een beetje luxe paard. Beetje glamping. Ja. We zijn van de klampen. Ja. Glamping. Nee, goed, buitenleven weten de kijkers ook wie wat voor vlees we in de kuit hebben. Ja. Zijn jullie een beetje goed in spelletjes? Ik ben wel fanatiek, als je dat bedoelt. Ik wil altijd winnen. Is dat een understatement, Koen? We gaan het meemaken. Nou ja, ik heb er wel zin in, laat ik het zo doen. En jij, Wilke? Word je al een beetje bang van Koen? Want het is wel. Hij is heel fanatiek. Ja, maar dan valt wel mee, denk ik. Ja, ik ben niet zo. Wacht maar. Ja, nee, ik denk dat het wel goed komt. Ja. Ik ga er gewoon heel losjes in. Ik heb niks te verliezen. Nee, komt wel goed. Ja, ik heb er vertrouwen in. Mooi. Nou, lekkere sfeer. We gaan beginnen met de eerste ronde. Ik ben benieuwd. Oké, we gaan beginnen met de eerste ronde. Waar het over gaat. Succes. Dank je. Vraag 1. We beginnen met een grote vraag. Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft geen kans om te kiezen voor Jezus omdat ze nog nooit van hem hebben gehoord? Is dat A, 20%? Is dat B, 30%? Is dat C, 40%? Of is dat D, 50%? En de tijd gaat nu in.
6 seconden. Bij twijfel altijd. Ja? Het langste antwoord, maar dat kan u niet. We zijn aangekomen bij de volgende vraag. Nou, kijk naar de kaart. Welk gebied in de wereld is het minst bereikt met het evangelie? Is het A, weet je? Het minst. Zuid-Amerika, B, Midden-Oosten en C, Rusland, D, Australië, Nieuw-Zeeland. Ja? Ja, die weet ik. Ja? Ja. Hoezo weet je dat? Ja. Zeg maar gevoel. Zeg maar gevoel. Kennis. Mooi. Derde vraag. In heel veel taalgroepen is nog geen enkele Bijbelvertaling. Taalgroepen. Is dat A, 20, B, 200, C, 2000 of D, ja, 20.000. En nou alles voorzitter, zeg ik Koen. Nee, ik maak dat lijntje even af. Oh, mooi, mooi. Ja. Oh, yeah. Nulletje plus. Ja, geen idee. Dat is wel moeilijk, want ik weet niet hoeveel talen er überhaupt zijn. Tot de tijd. Ik heb iets ingevuld. Heb je iets ingevuld? Ja, ik heb iets ingevuld. Ja, mooi, dan kunnen we door naar de volgende. Fijn dat jij wat in hebt gevuld. Ja, ik doe gewoon leuk mee. Waarom zit je heel met je hand daar? Ja, omdat jij anders kijkt. Ja, hoe weet je dat nou? Ik doe dat ook niet. Koen is natuurlijk dat hij piekt. Hou me in de gaten. Ja, nee, ik hou de hele tijd mijn hand hier. We komen bij vraag 4. Welk land is het minst bereikt volgens de ranglijst minst bereikten? Is dat A, India? Is dat B, Uruguay? Is dat C, Saoedi-Arabië? Of is dat D, Nieuw-Zeeland? Ja, Nieuw-Zeeland denk ik. Jongen. Waarom denk jij Nieuw-Zeeland? Nee, hij zit gewoon expres dingen te zeggen die gewoon... Nee. Die jou steeds beter kennen, Koen. Ja, hè? Ja. Nou, vies, goed, hè? Vies. We komen bij de laatste vraag van dit blok. Wat is de grote opdracht die Jezus ons geeft? Is dat A, heb God lief boven alles en je naast als jezelf? Is dat B, zorg voor de weduwe en de wezen? Is dat C, ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen? Of is dat D, breng het goede nieuws aan de armen, bevrijd gevangenen en geef mensen die lijden hoop? Klinkt allemaal als iets wat Jezus zou zeggen. Ja. grote opdracht. Ja, stop de tijd. Yes. Ik miste nog een beetje, ik dacht dat dat de grote opdracht was. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Ja. Maar dan kom je dan achter na 3 kinderen dat dat... Ja, heb jij mee geoefend? Oh ja, precies, dat dacht ik al. Ja. Die taak hebben we volgens mij vervuld als wereld. Ja. Hey, hoe ging dit? Tevreden over wat je denkt? Ik moet zeggen... Nu mogen we het niet meer veranderen. We hebben sowieso al andere dingen zien. Ja, we hebben wel andere dingen invuld. Ik denk dat het bij mij wel goed ging. Die laatste wist ik sowieso al, denk ik. Ja, die hebben we hetzelfde. Ja, en de rest... Ja, ook wel, toch wel veel gokken, denk ik eigenlijk. Ja. Heel eerlijk. Nou, zullen we gewoon naar de antwoorden gaan? Ja, laten we doen. We gaan naar de antwoorden. We gaan kijken naar de antwoorden. Gaan er thuis klaar voor zitten. Gaan jullie er ook? Jullie staan er klaar voor. We gaan beginnen met het antwoord op vraag 1. Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft geen kans om te kiezen voor Jezus omdat ze nog nooit van hem hebben gehoord? Wat denk jij, Koen? Ik had 30% B. Maar... Ja, dat is gewoon een gok natuurlijk. Ja, iets meer, denk ik. Ik had 40, ik had C. Ik ben heel benieuwd. Hilke? Ja? Jouw antwoord is goed. Het is 40%. Gelijk al een verkeerde kant op. Hoppa. Volgens de cijfers van de Joshua Project, een organisatie die de wereldwijde missie in kaart probeert te brengen, zijn ruim 3 miljard mensen die nog nooit op zo'n manier over Jezus hebben gehoord dat ze voor hem kunnen kiezen. Dat is een hoop. Dat is echt, hè? 3 miljard, dat is echt veel. Ja. 25% van de wereldbevolking heeft zelfs nog nooit van het bestaan van christenen gehoord. Kan je dat voorstellen? Ja, nou, nee. Dat is bizar, hè? Ik dacht eigenlijk dat het echt veel minder was. Ik vond 30% eigenlijk wel hoog, als ik heel eerlijk ben. Maar ja. Ik geloof dat is een beetje die bewustwording. Ja. Die bewustwordingscampagne, dat je ziet van, er is echt werk aan de winkel. Ja zeker. We gaan naar het antwoord van vraag 2. Welk gebied in de wereld is het minst bereikt met het evangelie? Wat dacht jij, Wilke? Ik heb B ingevuld, want daar wonen volgens mij de meeste mensen. En je hoort wel vaak dat ook in die landen dat er veel vervolging is en dat het moeilijk is. En... China, Nepal. Ja, dus ik dacht B. Maar jij misschien... Ik had ook B, maar ik zat al heel veel te twijfelen. Maar het gaat inderdaad om een aantal mensen. Dus dan is het sowieso wel B, denk ik. Maar... Gezond verstand gebruiken. Ja. Het goede antwoord is B. Ja, dat klopt. Inderdaad. Het wordt ook wel het 1040 raam genoemd. Dat wordt al over 30 jaar lang wordt dat al gebruikt. En daar bedoelen ze eigenlijk mee 10 tot 40 graden op het noordelijk halfrond. Dus dit is het gebied waar heel veel mensen nog niet zijn bereikt.
Dan gaan we naar vraag 3, het antwoord van vraag 3. In hoeveel taalgroepen is er nog geen enkele Bijbelvertaling? Oh, we zien het al. We zien C. Het al. Ja, die heb ik goed. Oh nee, die had ik niet. Die had ik helemaal niet. Ik had 200. Je hebt een fout. Maar zijn er zoveel talen? Ik heb nog nooit zo snel zien switchen van blij naar verbeterd. Ja, maar ik dacht dat ik hem had, maar ik heb ik geef het antwoord. Komt-ie. Van de ruim 7000 talen die wereldwijd worden gesproken, wachten nog ruim 2000 op een vertaalproject van de Bijbel. 7000 talen. Bizar, hè? En dit gaat om 160 miljoen mensen. Er zijn toch maar 300 landen of zo? Ja. Het is absoluut niet voor mij. Maar je hebt daar toch ook Friesland? Ja, ja. Ik ben trouwens een keer in Kenia geweest. En daar moesten we, gingen we naar zo'n stammetje. Dan had je zo'n hutje. Dan gingen we het evangelie prediken, zeg maar. En dan waren er 3 tolken mee. En dan, ik vertelde wat. En die ene tolk ging het dan vertolken aan die volgende. En toen hadden we 3. Ja, dat was echt bizar. Oh, dat was heel lang gesprek. Hoe lang ben je daar geweest? Ja, 7 dagen in dat gebied. Dat was echt vreselijk. Heftig, zeg maar. Maar moet je nagaan, dat je dus gewoon, je had dus 3 tolken nodig om? Om een gesprek te kunnen voeren, ja. Ja, dus al geen timertjes en zo. Nee. Ja. Ja, maar dan kom je dus aan de 7000 in totaal en dan zijn daarvan dus 2000 is nog geen bijbelvertaling voor. Ja. Oh, 160 ja. miljoen mensen. Ja. Ja. Daar gaat het om. Bizar. Het antwoord op vraag 4, daar gaan we naar kijken. Welk land is het minst bereikt volgens de ranglijst minst bereikten? India, dacht ik. Ja! Dat is India! Had jij dat ook? Nee, ik had C. Dat is helemaal niet leuk dit. Welke? Wat was C? Wat was C? Wat was C? Saoedi-Arabië had ik. Saoedi-Arabië. Staat er niet eens op. Moet je nagaan. Saoedi-Arabië staat voor mij op nummer 2 of zo. In de zin van vervolgde landen. Dus ik denk dat zijn de meeste mensen die niet bereikt zijn dan. Ja, maar dat heeft dus ook weer te maken met hoeveel mensen er wonen. India staat op 1 in de ranglijst minst bereikte volken. In India kwamen 1,3 miljard mensen tot nu toe niet of nauwelijks in aanraking met het goede nieuws. 1,3 miljard. In India. We zijn een super dichtbevolkt land. Ja, bizar. Ja. Maar het gaat niet goed. En als je nu kijkt even naar deze lijst, welk land valt dan op? Het valt me op dat veel Aziatische landen zijn. Ja. Ik vind Japan vind ik wel... Ja, Japan is best wel een relatief rijk land ook, toch? Ja, maar ook voor mijn idee een beetje een vrij land. Ik denk wel waar een moslimland of waar hindoeïsme is bijvoorbeeld. Maar waarom Japan dan? Ja, vind ik een gek land tussen dit rijtje. Ja, ja is zo. Dat daar zo, dat een van de minst bereikte is. Ja. We gaan naar het antwoord van vraag 5. Wat is de grote opdracht die Jezus ons geeft? Wat denk jij, Wilke? Ik weet dat Jezus dit allemaal heeft gezegd. Of in ieder geval is dat in de Bijbel opgeschreven. Maar volgens mij is het C, want dat is echt, dat wordt de grote opdracht genoemd. Dus je hebt gegokt? Nee, ik wist het wel. Ja, ik maar heb je hebt wel gegokt. Helemaal niet. Ja, wel, ik hoorde je. Ja, omdat Jezus alles Jongens, heeft gezegd. We zijn hier ronde 1 en de sfeer wordt nu al grimmig. Nee, ik weet, Koen, Jezus heeft het allemaal gezegd. Ja, ik had C ook. Ja, ik ook. En het is ook C. Niet zeuren, dan. Allebei een punt. Ja. Inderdaad, C. C is, daar wordt gerefereerd aan Matteüs 28, waarin Jezus zegt, ga dus op weg en maakt alle volken tot mijn leerling. Alle anderen zijn ook Bijbelse opdrachten, maar hebben meer te maken met het leerling zijn of het Jezus volgen. Oh ja. Dat dus. Dat dus. Goed. Ik heb er eentje verkeerd. Oei. Ja. Ik zie Koen zijn gezicht al een beetje vertrekken. Ik kan niet vertellen. Dit was ronde 1, maar er kan ook van alles gebeuren. We zijn aangekomen bij de tweede ronde over wie het gaat. Maar ik wil eerst even naar de tussenstand. Wilke 4 en Koen 3. Wilke, goed gedaan. Ja. Koen, minder goed gedaan. Ja. Hoe voelt dat, Koen? Nou, ik doe het een beetje voor de show, hè. Ja. Een beetje, jij wil Wilke een goed gevoel geven. Ja, en dan coming back is hard. Dat is een beetje... Ja? Ja, we hebben nog 2 rondes, dus er kan nog alles gebeuren. Kan nog alles gebeuren. We gaan naar de eerste vraag van de tweede ronde. En we hadden het net over India. Die staat bovenaan de lijst met minst bereikte landen. Slechts 2,3% van de 1,2 miljard inwoners is christen. Wat is de grootste religie in India? Dat is A, het hindoeïsme. B, het boeddhisme. C, het sikhisme. En D, islam. Sikh is... Met dat lange haar.
en die lange banen. Ja, jij weet het. Jij bent overal geweest, zei je net. Ik ben nog nooit Europa uit geweest, dus dit weet ik niet. Ja, één keer trouwens wel naar Marrakesh ben ik één keer. Ik ben niet in India. En dan hebben jullie nog 3 seconden om het antwoord in te vullen. Ja, wat waren de antwoorden ook weer? Ja, nee, we moeten streng zijn. Of helaas de islam. Okay. De tweede vraag. We luisteren naar een fragment in 3 verschillende talen. En welke bijbeltekst hoor je hier in 3 verschillende talen? Daar komt-ie. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Ведь Всевышний так возлюбил этот мир, что дал своего единородного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. Ik weet het. Ja, ik had ook gelijk bij de eerste woorden dat ik dacht van, hey, is dat Genesis 1 vers 28? Dat antwoord A. Jullie moeten kinderen krijgen en zorgen ervoor dat je overal op aarde mensen komen. Dat is die grote opdracht van mij, weet je, gaat heen en vermenigvuldigt. B. Jeremia 29 vers 11. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoop voor de toekomst geven. Of antwoord C. Johannes 3 vers 16. Gods liefde voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. 6 seconden om het goede antwoord in te vullen. Zit nou weer te spieken? Nee, ik maakte even een andere beweging. Want ik bang was dat hij aan mijn handbeweging kon merken wat ik had ingevuld. We zijn aangekomen bij vraag 8. Vanuit welk minst bereikte landen komen de meeste vluchtelingen en immigranten naar Nederland? Antwoord A. Syrië en China. Antwoord B. Turkije en Polen. Antwoord C. Syrië en Iran. En antwoord D, Iran en Turkije. Vluchtelingen en migranten. Oké. Okay. In Nederland. De meeste. Ja. Dat zijn gewoon in grote landen. Wat zijn grote landen met veel mensen? Ja, en ingevuld? Te laat. Nee, nu mag jij ook niet. Oh. Nee. Oh, jongens. Vul maar A in. Vraag 9. Wat is voor moslims een drempel om christen te worden? Is dat A, dat Jezus de vijgenboom vervloekte? B, dat God geen zoon kan hebben? C, dat Jezus terugkomt met de wederkomst. Of D, dat ze denken dat Jezus blond haar had. Ja, want dat had hij wel. Net zoals dat Jona ook een kampvuurtje had in de walvis. Ja. Ik vind het wel een hele interessante vraag. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ik weet het niet. Ja. Weet jij niet? Nee. Even wat informatie voordat ik ga beginnen aan de 5e vraag van dit blok. In Brazilië wonen 2 miljoen inwoners. 200 miljoen. Ja, dat is bedankt voor de aanvulling. Ik ben nou helemaal onder de indruk. Geen bonuspunten. 90% van de bevolking is christen. Ook Bangladesh groeit hard, richting de 200 miljoen inwoners. Maar van al die inwoners is maar 0,3% christen. Brazilië ontvangt momenteel ongeveer 20.000 missionair werkers. Zo. Hoeveel gaan er naar Bangladesh? Schrijf je antwoord op. Hopelijk meer. Hopelijk meer. Oké. En dan hebben we aantallen? Ja, aantallen. Schrijf maar op. Wat denk je? Wat denk je? Eerst wat er in je opkomt. En de tijd zit erop. Hij schreef nog 1 letter. Of ja. 1 cijfer. Nog 1 nulletje. 200 miljoen. Nou, dat waren de vragen uit blok 2. Ik ben trouwens heel benieuwd hoe je erbij zit. Vergeet geen foto te posten van hoe je... Misschien zit je wel in een campingstoeltje om een beetje die opwekkingssfeer erin te houden. Je kan nu de antwoorden invullen op de website. no-choice.nl/pubquiz. Vul ze daarin. En Koen en Wilke, ik ben even benieuwd welke vraag riep het meeste vragen op bij jullie in dit blok?
Ik moet mezelf daar gewoon een keer op inlezen. Maar ik weet gewoon nooit zo heel goed wat het verschil is tussen hindoeïsme en boeddhisme. En ik zit helemaal in dat christendom, daar ben ik helemaal ingedoken. Maar ja, al die andere religies, daar weet ik gewoon niet zoveel van of zo. Want wat, als jullie zouden moeten zeggen, wat is het verschil tussen hindoeïsme en boeddhisme? Ja, bent geweest. Nou, ik ben dus in Myanmar geweest en daar was boeddhisme. Dus daar weet ik nu een beetje wat van. Maar ik ben nog nooit in een hindoeland, zeg je dat zo? Hindoeland geweest. Dus ik moet zeggen dat ik daar ook... Maar ik weet wel dat die heel veel goden hebben. Ja, en die armen? Ja, toch? Ja, maar hoe noem je dat? Dat reïncarnatie. Ja, reïncarnatie. Dus dat de mensenleven eigenlijk ook helemaal niks waard is en zo. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel heftig of zo. Als je weet dat je eigenlijk niks waard bent. Ik bedoel, hoe mooi is het dat wij een boodschap hebben waar wij de wereld mee over mogen gaan. En vertellen van dat God juist ons wel lief heeft. Dat je die wel toe doet. En volgens mij is dat het grote verschil. Denk je eens in dat je dus altijd hebt gehoord dat je leven niks waard is. En dat je opeens een hele andere... Dat kan ik me niet voorstellen. Maar dat lijkt me... Als ik me een beetje verplaats in dan zo'n minst bereik volk. Ja. En je hoort dan opeens zo'n nieuwe boodschap. Lijkt me wel bijzonder. Om eens heel persoonlijk te zijn. Ik heb al wel eens moeite met... ik doe het niet goed genoeg. Die gedachte heb ik wel eens. En ik kom uit een relatief veilig nest. Uit een veilig land. Ja. En ik ben een beetje prestatiegericht. Hè, mocht dat niet duidelijk zijn. En ik heb die gedachten wel eens. En kun je nagaan als je woont in een land waar altijd tegen je gezegd wordt, je bent niks, weet je wel? Ja, dat lijkt me echt bizar. Als ik er al last van heb. Moet je nagaan. Ja. Ja. Dan gaan we nu naar de antwoorden toe. Ik ben ook benieuwd. We gaan naar de eerste vraag. Wat had jij bij de eerste vraag? Wat is de grootste religie in India? Ik had A. Ja, ik heb gekozen voor islam, maar ik denk dat het niet klopt. Het is antwoord A. Hindoeïsme. I'm coming back for you. Ja, ja. Oh, ik ga hem nou bijhouden. Ik heb hem goed. Dan gaan we naar het antwoord van de tweede vraag. Welke tekst heb je gehoord in 3 verschillende talen? En dat werd uitgesproken in Albanees, in het Russisch en Farsi. En de tekst, wat hadden jullie voor, wat dacht je? Ik dacht bijvoorbeeld al dat moet Johannes 3:16 zijn, want dit is het antwoord, is dat altijd zo. Vragen. Wilke, wat dacht jij? Dat dacht ik ook. En toen kwam het. Dan hebben jullie het allebei goed. Hey! Lekker dit. Yes. Ja, hè? Maar ik verstond het absoluut niet. Ja, ik verstond het echt niet. Nee? Nee, nee. Ja, ik ook niet. Vanuit welke minst bereikte landen komen veel vluchtelingen en migranten naar Nederland? Wat hadden jullie? Wat denk je? Nou, ik wist dus even niet meer. Ik dacht Syrië. Maar daar stond ook China bij. Maar dat... Wat dacht jij, Wilke? Ja, ik heb voor B gekozen vooral omdat dat, denk ik, migratielanden zijn. Dus niet per se vluchtelingen, maar wel veel migratie. Maar het zijn weer niet zulke grote landen. Ik weet het niet. Het is dus antwoord B. D hebben we allebei niet goed. Iran en Turkije. En Turkije. Turkije en Iran staan beide in de top 10 van de ranglijst minst bereikte volken ter wereld. Er zijn dus veel verhalen van vluchtelingen die in Nederland christen zijn geworden. En dan ook weer het risico aangaan om binnen hun groep het evangelie te verkondigen. En zelfs ook weer teruggaan om daar te evangeliseren. Ja. Bijzonder, hè? Ja. Uit Syrië komen ook veel vluchtelingen, maar veel vluchtelingen zijn al christen. Dus vandaar dat die er nu bij staat. Ja, je hebt toch Noord- en Zuid-Syrië en de ene regio is volgens mij christelijk. Geweest. Koen, jij bent er vast geweest. Volgens mij is dat soort half-half. Vraag 9. Wat is voor moslim een drempel om christen te worden? Wat denken jullie? Wist jij dit echt of zat je te bluffen? Nee, deze weet ik wel. Wat dan? Ja, even kijken. B. Oh, die heb ik ook ingevuld. Want, jawel, want die leek me meest logisch. Dat die... is allebei goed. Ja. Hartstikke goed. Yes. Ik had gehoopt dat jij dan verkeerd zou gokken. Ja, dat snap ik. Het voor moslims is het een idee dat God een zoon kan hebben. Een van de grootste drempels om vanuit moslim een christen te worden. Een andere drempel kan ook de afwijzing zijn. Dat als je christen wordt, is de afwijzing vanuit je familie of vanuit je geloofsgemeenschap. Maar het is wel... Sociale druk dan. Ja. Maar goed, we hebben hem goed. Hartstikke mooi. We gaan naar vraag 5 van dit blok. Hoeveel zendingswerkers ontvangt Bangladesh? Wilke, wat had jij opgeschreven? Ik heb opgeschreven 20.000. Net als Brazilië. Van jou, volgens mij, jij hoopt op 20.000. Nou, Brazilië had er 20.000. Terwijl zij al heel veel christenen hebben. Dus je zou denken, in Bangladesh komen er vast veel meer. Want daar moeten veel meer mensen nog iets horen over Jezus. Okay.
Maar... ik weet het niet. Ik dacht 20.000, dat was een onderbuikgevoel. Ja, een strikvraag misschien. Oh, juist, Brazilië is een van de grootste zendingslanden. Net als Kenia bijvoorbeeld, dacht ik. Dus ik denk, dat kan nooit zo zijn dat dat net zoveel is. Dus ik ga eronder zitten. Dus ik heb daar 10.000 van gemaakt. Het zijn, hè? Het goede antwoord is... 10.000. 2.000, maar. Dan heb je hem wel goed. Dan heb je hem wel goed. Maar bizar, hè? Ja. Waarom is dat daar dan? Komen we straks op, want er is dus een reden waarom zendingswerkers niet naar dit soort landen gaan, zoals Bangladesh of andere landen. En dat ga je zo vertellen? Dat ga ik straks vertellen. Okay. Spannend. Hey, ik heb nog een open vraag, en die gaat niet voor de punten, maar ik ben eens benieuwd, heb je een vooroordeel over zendingswerkers? Heb je een voorbeeld daarvan? Van een vooroordeel? Een negatief of gewoon überhaupt? Nou, gewoon. Want jij bedacht gelijk een negatief? Nee. Maar zo klonk het een beetje. Heb jij een vooroordeel? Ik even denken hoor. Nou... Ja, dan ga ik de wollen sokken. Dat is natuurlijk een beetje wat is eerst... Dat is denk ik echt een typisch vooroordeel, ja. Ja. Dat het is beetje... dat dan ook zo? Nee, als dat je... denk ik niet. Ik ken ook wel mensen die dat doen en die geen geit de wollen sokken. Maar dat is wel een typisch vooroordeel. Die ik denk ik toch een beetje heb ergens of zo. Ja. Jij? Ja, ik weet niet of het echt een vooroordeel is, maar ik heb dan zijn er mensen in mijn omgeving die gaan zendingswerk doen en dan gaan ze ook van giften leven. Dus dan aan het begin denk ik, oh tof, ik ga ze steunen. Ja. En dan zitten ze 2 jaar in het land en dan zit ik weer eens mijn financiën te bekijken en denk ik, ja, het liefst zou ik het weer opzeggen, maar dat durf ik dan nooit. Dat is mijn ding, dat ik steun. Ja, maar het is natuurlijk heel vervelend om een mailtje naar iemand te sturen en te zeggen, hey, ik ben mijn financiën weer even aan het herordenen, ik wil weer iemand anders gaan steunen, jij krijgt mijn geld niet meer. Ja. Dus dat is bij mij, dat vind ik heel moeilijk met zendingswerk. Want aan het begin ben ik heel enthousiast voor ze, en op een gegeven moment dan wordt mijn enthousiasme wat minder en dan denk ik, oh ja, tijd voor nieuwe dingen. En dan zitten zij nog steeds hun belangrijke werk te doen en dan ben ik altijd een beetje gierig. Daar komt het op neer. Nou, eerlijk van je. Ja. Krijg ik daar punt voor ook? Voor mijn eerlijkheid? Ja, 10. Bij deze. Koen ook 10. Ja, allebei 10. Ja. Hey, dank jullie wel voor deze antwoorden. We gaan door naar de derde ronde. Je hoorde net de vraag in het tweede blok van de quiz over vluchtelingen die naar Nederland komen. We gaan nu kijken naar een video van Zarmat. Die werkt bij Gave, een van de deelnemende organisaties van No Choice. En hij vertelt jullie meer over het werk met vluchtelingen. Ik ben Sarmad, ik kom uit Irak. Ik ben geboren in de moslimafamilie. Ik ben ook gegroeid met de islamitisch geloof. Ik ben in 2004 christen geworden. In 2008 ik ben gevlucht naar Nederland. In 2010 ik heb getrouwd met Azhar. Azhar zijn komen van Iranese achtergrond, Iranese moslim achtergrond. Wij hebben 5 kinderen, wij wonen in Goes. Ik ben zelf gevlucht. Ik ben zelf gekomen uit Irak naar Nederland. En ik begrijp wat betekent als iemand gevlucht, wat hij heeft nodig. En dat is wat ik zie bij de stichting Gave. Het zijn zorgen van de vluchtende mensen en dezelfde tijd hoe wij kan de evangelisatie doen onder deze mensen, onder die vluchtende mensen. Als ik ga aan het kijken van wat zegt Paulus in Romeinenbrief, ik voel dat is mijn woorden wat ik wil zeggen. Paulus bij deze versen, hij zei, hij heeft pijn in hem hart, omdat van hem naaste, hun volk, die kennen aan de Heer niet. En dat is wat ik wat die zitten in mijn hart, ik wil graag de woord van God brengen onder de moslim mensen. Heel veel moslim mensen die heeft nog niet gehoord over onze Heer, over de verlossing van de Heer Jezus Christus. En deze wat zijn heeft nodig. We zijn aangekomen bij de derde ronde. Wat we eraan kunnen doen. Maar voordat we gaan beginnen met de vragen, gaan we eerst even kijken naar de tussenstand. Lijkt me daar komt hij. Ja, ja. Koen op 7 en Wilke op 6. Jongens. Kijk hem trots zijn. Het tij is gekeerd. Ik zeg, we stoppen ermee. We zijn klaar. Ja, huis, doei. We zitten wel echt dicht bij elkaar, hè? Ja, maar nee. Ik heb één meer. Ja, maar het is wel echt... We zitten helemaal niet dicht bij elkaar.
Koen heeft al gewonnen, dames en heren. Ja. Nou, er kan in deze ronde nog van alles gebeuren. Ja, we hebben vragen, we hebben bonusvragen. Dus het kan nog alle kanten op gaan. Het blijft spannend. Ik voel de spanningen. Ja, ik voel het helemaal. Ik ook. Ja. Nee. Laten we beginnen. Hij is gewoon niet gespannen. Hij denkt dat hij echt gaat winnen, hè, Wilke? Ik heb geen bijbel. Hij heeft nu iets te verliezen. Dat is het meer. Oh, ik sta hier als een underdog. Ja. We gaan beginnen met de eerste vraag van dit blok. Waarom gaan er maar zo weinig zendingswerkers naar de minst bereikte volken? Is dat antwoord A, het leven in deze landen is duur en er zijn niet genoeg sponsors? Omdat Wilke altijd haar sponsorship opzegt. Antwoord B, deze volken zijn fysiek moeilijk te bereiken doordat ze op afgelegen plaatsen wonen. Antwoord C, evangeliseren in deze landen is vaak verboden. Of antwoord D, God roept mensen niet naar deze landen. En je hebt 6 seconden de tijd om je antwoord te geven. 2, 1. Volgende vraag. Zijn er meer mannen of vrouwen als zendingwerker actief? Oeh. Nou, antwoord A, meer mannen. Antwoord B, meer vrouwen. Of C, de verhouding is vrijwel gelijk. Oh, dat kan ook nog. Wat denk jij? Dat ga ik niet zeggen tegen jou. De competitie zit er nog goed in. Wat denk jij, Koen? Nou, ik denk dat je heel vaak toch als stel gaat. Dus dan denk ik toch... Gelijk. Nou, oké. Okay. We gaan het straks zien. Ja. De derde vraag in deze ronde. Wat is het belangrijkste wat je nodig hebt om zendingswerker te worden? Is dat antwoord A, genoeg geld om je verblijf en je activiteiten te kunnen betalen? Antwoord B, de wil om Jezus te volgen. Antwoord C, een helikopter. Nee, een thuisfrontteam dat je ondersteunt en van alles voor je regelt. En antwoord D, een kerk die je wil uitzenden. Ja, dat is ook heel erg persoonlijk, toch? Ja, op basis waarvan het belangrijkste? Ja. Ik ga kritisch gewoon, worden nu. Ja, nee, vul gewoon in. Zendingswerker te worden. Oké. Okay. Oh, hij is ook alweer weg. Ja, nu invullen. Oké, okay. Wat was de quiz? Ik weet het antwoord niet meer. Geld, thuisfrontteam. De opdracht die je krijgt. Oh ja, dat was C. D. Ja, nu heb ik alles C. Met welk van de onderstaande beroepen kan je als zendingswerker aan de slag? Is dat A, dokter? B, timmerman? C, accountant? Of D, topsporter? En de tijd gaat. Met welke beroepen kan je als zendingswerker aan de gang? Ja. Nee, Koen, jij doet net alsof je het niet weet, maar je zit stiekem af te kijken bij Wilke. Natuurlijk. Ja, ik ga deze aanpassen, want ik heb hier te veel... Volgende vraag. In welk evangelie stuurt Jezus zijn volgelingen erop uit? Matthäus en Johannes. Antwoord A. Antwoord B. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Antwoord C. Lucas en Handelingen. En antwoord D. Matthäus, Marcus en Lucas. Wat die zou ik moeten weten natuurlijk. Kijk. Nou, we hebben de 5 vragen erop zitten, maar we hebben dus ook nog een bonusvraag. Waarin we eigenlijk de hele score helemaal... Er kan nog van alles gebeuren. En de bonusvraag is als volgt. Op een markt staan met de tekst Ken je Jezus al? Is een van de meest gevreesde scenario's die men heeft, die christenen hebben. Al gaat het over het evangelie delen. Oeh, dat is wel een beetje spannend. Ja. Op wat voor manieren kan je nog meer het evangelie delen? En aan jullie de uit... daging om in 30 seconden zoveel mogelijk... Nee, nog niet beginnen. Wacht, ik geef het vast aan. Om zoveel mogelijk punten op te schrijven. Ja? Ja, ja, wil jij mijn microfoon vasthouden? Ja, tuurlijk wil ik dat. Okay. Dan ja. Ja, wacht even. Ja, ik zeg, ik tel af. In 3, 2, 1, actie. Leesbaar. Oké. Okay. Niet goed, Koen. Wedstrijdje snel schrijven. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop de tijd! Oké. Jij nog niet afkijken. We gaan eerst naar de antwoorden van deze vragen toe. We zijn aangekomen bij de antwoorden van blok
3. Wat denk jij? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben bij deze het meest benieuwd. Want hier hangt het een beetje om. Oké, okay, ja. Nou, dat klopt. We gaan kijken naar het antwoord van de eerste vraag. Waarom gaan er maar zo weinig zendingswerkers naar de minst bereikte volken? Wat had jij, Koen? C. En wat had jij, Wil? C. Dat is het goede antwoord. Ja. Oké, okay, goed. Evangeliseren in deze landen is vaak verboden. Sommige volken zijn letterlijk moeilijk te bereiken. Maar een belangrijke reden voor het lage aantal zendingswerkers dat zich richt op de minst bereikte volken is vaak het gesloten land. Het is voor zendingswerkers en hun gezin gevaarlijk om daar te zijn. En het zou in deze omgeving helpen als we christenen uit de regio in staat stellen om erop uit te gaan om het evangelie. Je moet ook wel echt geroepen zijn om daar dan heen te gaan, zeg maar. Ja. Ik zou liever naar Aruba of zo, als ik dan... Nou, wat jij zei over die geitenwolle sokken, is dat best wel stoer. Ja. Zeker als je überhaupt zendingswerker bent, maar zeker als je naar dat soort landen gaat. Ja, daar heb je wel lef. Er is echt wel lef voor nodig en die vanuit intrinsiek die opdracht voelen. Ja, precies. Dan komen we aan bij de tweede vraag. Zijn er meer mannen of meer vrouwen als zendingwerker? Koen, wat dacht jij? Nou, ik zei dus net C, maar ik had dus 3 keer achter elkaar C ingevuld. Ik denk, dat kan niet. Dus ik ben toch geswitcht. Ik heb het nu aangedaan. Want ik heb de mensen die ik ken, dat zijn ook mannen. Dus jij vertegenwoordigt hier ook de mannen. Ja, En Wilco, wat dacht jij? Ja, ik vertegenwoordig de vrouw. Nee, ik dacht vrouw. Ik dacht, het is een onwaarschijnlijk antwoord en daarom misschien goed. Dus je had? Vrouwen, B. Dat is het goede antwoord. Nee! Ja. Serieus? Oh, wat erg. 40% van de zendingswerkers is man en 60% is vrouw. Ah. Tough ladies. Ja. Er zijn dus meer vrouwen actief als zendingswerker. En dat is al 100 jaar zo. Oké. Ja. Ik zou bijna zeggen jammer nu, maar wel knap. Wel stoer. Inderdaad. Ja, toch? Ik vind het helemaal stoer. Ik dacht ook geen vrouw. Ik denk dat is toch gevaarlijk of zo, weet je wel. Daarom dacht ik, het lijkt me niet logisch. Maar goed. Ja. We gaan naar het antwoord van de derde vraag uit dit blok. Wat is het belangrijkste wat je nodig hebt om zendingswerker te worden? Wat dacht jij? Kom. Ik was helemaal de lijst kwijt, dus ik heb een beetje gok, maar ik heb C. Oké. Okay. En Wilco, wat dacht jij? Ik denk dat het allemaal belangrijk is, maar dat als je Jezus niet kent, dat je er niet aan moet beginnen. Dus daarom heb ik B gedaan. Ik bedoelde de B natuurlijk. Ja. Ik heb C gestaan. Ja, geschreven is geschreven. Ja. Het goede antwoord is natuurlijk B. Hoe kon je dat fout hebben? Ja, ik zit ook te kijken, hoe kan ik het nou fout hebben? Ik neem ook een beetje afstand nu, want ik weet niet of je... Hoe ben je als je boos wordt? Maar dat zeg ik net. Die vragen antwoorden waren weg en ik dacht dat dat dan was. En terwijl ik erop zit, leed ik, die bedoelde ik helemaal niet. Maar goed. Nou, een schale troost. Geld is natuurlijk belangrijk. Ondersteuning is belangrijk. Ja. Ook de verbondenheid met een kerk. Maar het allerbelangrijkste is de bereidheid om Jezus te volgen. Wat erg dit. Uiteindelijk is hij de grote opdrachtgever. Ja, daarom. Vraag 4 van deze ronde. Met welk van de onderstaande beroepen kun je als zendingswerker aan de gang? Wat dachten jullie? Ja, ik snapte de vraag niet. Nee? Ik dacht, ik heb... Jij hebt... Ik heb aangedaan. Omdat je dan mensen kan helpen en zo. Maar... Wat dacht jij, Wilke? Alles. Ja, dat dacht ik ook. Dat is het goede antwoord. Hey. Soms even je gezonde verstand gebruiken. Ja. Maar je kan met al die beroepen... Ja, daarom. Ja. Dus ik heb, Nu begin ik het wel een beetje zielig te vinden. Ja. Het is natuurlijk ook goed om te kijken wat nodig is in welke omgeving. Ik bedoel, topsporter, activiteiten, voetballen met kinderen in Brazilië, dit kan. Accountant kan je bijvoorbeeld, maar om dan naar Kwame Lasemoed toe te gaan in het midden van Suriname en daar de spreadsheets van de afgelopen 4 boekjaren door te nemen. Dat kan wel, ik weet niet of dat zin heeft. Maar je kan dus eigenlijk alles zijn. Ja. Dus, laat je niet weerhouden. Ga je binnenkort? Voel je al een beetje de drang om... Ik heb andere roepingen. Ja, nou, Nederland kan ook. Ja. In welk evangelie stuurt Jezus zijn volgelingen erop uit? Ja, die vond ik lastig. Ik ook. Ik weet wel dat handelingen is geen evangelie. Nee. Dus ik dacht, die valt dan af. En Johannes is heel anders opgeschreven dan die andere. Johannes is echt een beetje een gek evangelie. Dus ik dacht, laat ik die dan afvallen. Dus daarom heb ik gekozen voor D. Jij niet, of wel? Nou, ik heb dus B gedaan. C viel voor mij ook gelijk af. Matthäus wist ik zeker. Marcus eigenlijk ook, want die lijkt er meestal op. Ik denk Lucas voor dat liggend. Dus die dacht ik. En precies wat jij zegt. Johannes is een andere evangelie. Maar ik denk, het is niet voor niks dat deze vraag gesteld wordt. Dus ik denk, hij zit er wel bij. Omdat die zo belangrijk is, zeg maar dan. Nou, het is goed antwoord. Ja, nee! Staan we toch weer gelijk? Maar er kan nog van alles gebeuren. Ik ga de tussenstand nog niet verklappen, want we hebben nog een bonusvraag. Ik heb meegeteld, sorry. En kan je ze kort
opnoemen wat je als antwoord had bij de bonusvraag. Noem nog meer manieren. Ja, deze. Nog meer manieren om het evangelie te delen. En dan begin ik even, dames eerst. Wilke, kan jij het soort oprappen? Dat je het even tak, staccato. Ik wil wel van tevoren zeggen dat ik in paniek raakte en daarom misschien op een kinderachtige manier dit heb gespeeld. Daar gaan we. Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok. En vervolgens heb ik een andere social categorie media? Gepakt. Nee, die bestaat niet meer. Ik heb een andere categorie gepakt. Je kan namelijk evangeliseren op je zwemclub, op je voetbalclub, op je turnclub en op je korfbalclub. Ik hoor twee antwoorden. Social media. En sport. En sport. We hebben er twee. Maar ja, oké, het zijn er 9 als ik goed tel. Toch ben ik het ook goed. Ik ben er zelf ook niet trots op. Ik ga straks even met de jury overleggen. Ik had paniek. Koen, ga je gang. Komt-ie, staccato. Via prediking. Via een rebus op straat. Via een videoboodschap in de zin van... Dus echt een video maken zoals wij er nu aan het doen zijn. Google Ads, dergelijke dingen. Een bloemetje uitdelen op straat en dan vervolgens het gesprek beginnen. Een vlog maken van, hey jongens, kijk mij nou eens. Op een zeepkistje gaan staan op straat en dan op straat het evangelie gaan prediken. Ik doe ze gewoon even kriskras door elkaar. Een kaartje uitdelen op straat. Je bent geen dingen aan het verzinnen nu, hè? Nee. Oké, okay, check. Ja, oké, okay, nee, heel goed. Een kaartje uitdelen op straat en op die manier een gesprek aanknopen. Ja? Een blog schrijven met heel veel goede woorden erin, waardoor die goed vindbaar is. En een poster, zeg maar zo'n poster. Ja, the man with the sign. Die. Ja. Oké. Okay. 11. Nou, ik heb geteld. Het zijn er 11. We gaan even met de jury overleggen en ik kom straks bij jullie terug met de tussenstand. Na overleg met de jury hebben we een winnaar te pakken. Maar nog even over jullie... Ja, het is spannend. Ik hou die spanning, die rek ik nog een beetje. Want even over jullie bonusvraag aan het einde. Ja. Ik vond het goede antwoorden. Alle antwoorden zijn goed. Wat ook vaak gebeurt om het evangelie te delen... is dat er gebruik wordt gemaakt van mp3'tjes, cd'tjes, audiofragmenten. Dus die fragmenten die je net hoorde halverwege de quiz. En dat zo op die manier mensen bereikt kunnen worden op plekken waar helemaal geen kerk is. En het gebeurt zelfs dat mensen dan stiekem in het bos... dan met een mp3'tje, spelertje en oordopjes dat gaan zitten luisteren. Omdat het gevaarlijk is om dat te luisteren. Bizar, hè? Ja. Kunnen we ons niet voorstellen. Nee, hè? Dan kan je in deze vrijheid van Nederland kan je dat niet voorstellen. Maar daarbij zijn we gekomen bij de bekendmaking van de winnaar. Spannend. We hebben Koen, we hebben Wilke. Zullen we even een tromgeroffeltje doen? De winnaar is geworden van deze pubquiz. Dames en heren, Wilke op 19 en Koen op 20 punten! Hij heeft gewonnen hoor. Nou, dit was alles bij elkaar opgeteld. Ik kan weer thuiskomen. Ja. Maar 1 punt, hè? Ja, close. Maar gefeliciteerd. Dank het mag. Je. Mag, ja. Het mag. Gefeliciteerd. Dank een heel bijzonder moment. Mooi dit. Ja. Mooi. Ik wel een beetje boze blik, maar... Rebus. Je hebt een diner gewonnen van gaven door vluchtelingen bereid. Dat heb jij gewonnen, Koen. Maar jullie hebben allebei... Dat is leuk. Natuurlijk. Een bosje bloemen. Dankjewel. Mooi. Thanks, man. Tof. Woehoe. Proost. Proost. Oh, maar jij krijgt bedankt dat jullie mee hebben gedaan. Ik vond het, ik vond het erg leuk. Wat blijft het meeste bij? Of wat neem je mee naar huis, naar aanleiding van deze quiz? Nou, die vraag van die... ik weet niet of dat wel horen, maar die vraag van die vrouw... dat er meer vrouwen zijn. Ik vind dat wel stoer. Ik vind het echt heftig werk wat jullie doen en wat er gebeurt. Super tof werk. Maar het is best, het is gewoon intens werk. En dat er dan blijkbaar heel veel vrouwen zijn die ook alleen gaan dan. Dat is dan de conclusie, anders is het gelijk. Ja, dat is het eerste waar ik aan denk als je dit vraagt. Vind ik stoer. Ja. Dus respect voor de vrouwen, toch? Ja. Wilke, wat blijft jou bij? Ik vind het raar dat er nog zoveel landen zijn of bevolkingsgroepen die niet in hun eigen taal de Bijbel kunnen lezen. Vind ik stom. Dan denk ik, het is hartstikke belangrijk om in je eigen taal dat te kunnen doen. Ja. Dus dat blijft me wel bij. Dat er dus 2000 talen die kunnen dus nog gewoon geen Bijbel lezen. Ik dacht ook dat we veel verder waren in deze ontwikkeling eigenlijk, dacht ik. Maar je hebt nog Google Translate, zou je denken. Dat is nog een hoop werk aan de winkel. En dat is ook waar deze hele bewustwordingscampagne om gaat. Dat wij er bewust van worden dat er nog zoveel werk te doen is. Dus. Ja. Hey, dank jullie wel. Wil je nou meer weten over No Choice? Ga dan naar de website no-choice.nl.
NL. Hoi! Joe. Ciao! Nou, leuk jongens! We zijn dankbaar dat we elk jaar een Pinksterconferentie organiseren. Nu al meer dan 50 jaar. Een geweldige kans om de Kerk van Nederland te dienen. En mensen in contact te brengen met God, die mensen aanraakt en levens verandert. Dat heeft ons hart. Deel jij dat verlangen? Steun dan ons werk en word vriend van Opwekking. Kijk op opwekking.nl, want opwekking begint met een aanraking van God.